Hallo allemaal. Kijken jullie vroeger ook wel eens naar de tekenfilmserie Calimero? Ja, wat had Calimero op zijn kop? Een eierdop. Nou, vandaag is de dag van het ei. Dus laten we eens een ei gaan tekenen. En dan denk je misschien, ja, maar dat is poepsimpel. Ja, misschien wel. Maar een ei is niet rond. Een ei is eivormig. En laten we dat nou eens gaan tekenen. En misschien kunnen we nog leuke kleurtjes aan de eieren geven. Een beetje paaseieridee. Ik was trouwens op vakantie in Duitsland. En daar liggen gewoon gekleurde eieren in de supermarkt. Het hele jaar door. Heel apart. Doe je mee? Ga maar ei tekenen. Ja, we gaan een ei tekenen. Hoe ziet nou een ei eruit? Ja, dat is een ei is geen rondje. Hè? Een ei heeft eigenlijk wel een hele eigen vorm. Zo, hij is van boven wat smaller. Hij zit hier zelfs een deukje in. Dat klopt niet helemaal. Ei is van boven wat smaller, van beneden wat breder. Je hebt ei met spikkeltjes erop. Zo. Alleen, dan moet je weer uitkijken dat het niet op een aardappel gaat lijken. Maar we kunnen natuurlijk ook een spiegelei tekenen. Spiegelei. Ja. Dan is het wel een rondje. En dan hebben we natuurlijk de vorm van het eiwit in de pan. En dan hebben we een spiegelei. Nou, een spiegelei mag ook wat schaduw hebben. Dan krijg je nog meer het idee van een spiegelei. Zo. Die eidooier die mag wat schaduw hebben. Zo. En dan hebben we zo'n een spiegelei getekend. Voilà. Een ei, je kan ook nog een ei ook vullen, hè? Een gevuld ei. Dan doen we hier natuurlijk een blaadje erop. Dat is weer niet helemaal duidelijk zo van wat ik nu heb getekend, dat het een blaadje is. Nou, en hier de vulling, hè, van het gekookte ei. Ei door midden. Een gevuld ei met een blaadje groen erop. Maar ja, zo kan het ook een avocado zijn met een pit. Ja, dit is niet helemaal duidelijk, Maarten. Een ei, een eierdooier. Ik kan ook nog zoeken. Een eierschaal zijn, hè. Zoals zei, Calimero. Op zijn kop een eier, een dop. Ja. Nou, dus ik vind het wel een, dit is wel een duidelijke eierschaal zo. Eierschaal. Ja, nou, en dan heb je natuurlijk allerlei eiergerechten die je nog zou kunnen tekenen. Nou, ik vind een gebakken ei, geklutst ei, zacht gekookt ei, hard gekookt ei. Dat kan natuurlijk. Oh, dat kunnen we ook nog even doen zo. Als je zo'n eierdopje hebt. En we hebben dan het ei geklutst, of tenminste, ei gebroken. En dan loopt het eigeel zo uit, dat kan natuurlijk ook nog. Hè? Oh, wacht, het is niet helemaal. Ik ben er weer niet goed in hoor. Zo. Ja, en dan loopt het. Ik moet het even duidelijker doen. Zo. Dan loopt het eigeel zo uit dat ei. Een zacht gekookt ei. Nou, goed. Ik zou zeggen, ga zelf aan de slag met een ei. En ik zie jullie morgen in de volgende video.